Heeft u wel eens een buitengewone ervaring gehad bij een bedrijf dat u dacht: Wauw, dat hadden ze echt niet hoeven doen. Misschien wel in een winkel of een restaurant of in een museum. Of op vakantie met uw gezin. Net als ik zullen jullie vast iets beleefd hebben waardoor u werd getransformeerd van een gewone klant tot een ambassadeur. Voor mij staat dit schilderij symbool eh, voor de situatie waarin veel bedrijven zich bevinden. De donkerblauwe lucht staat voor de concurrenten die hun kraaien sturen om een graantje mee te pikken van uw zorgvuldig geteelde gewas, uw business. Vaak wordt beweerd dat dit schilderij een teken was van een naderend levenseinde van Van Gogh, maar dat is echt een hardnekkige mythe, want na dit schilderij schilderde hij nog verschillende schilderijen. En voor wie goed kijkt, is het doodlopende pad wel zo doodlopend. En als we nog beter kijken, er zijn drie paden die te bewandelen zijn. Welk pad kiest u? Of kiest u ze alle drie? Customer experience gaat in mijn beleving niet zozeer om een product of een dienst die je verkoopt, maar het gaat om het gevoel wat u uw klanten geeft. Dus waarom zijn bedrijven zoals Picnic, Rituals of Coolblue zo goed in wat ze doen en waarom groeien ze zo explosief? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Ze houden zich stuk voor stuk bezig met de beleving van de klant dag in, dag uit, elke keer weer. Om invloed uit te kunnen oefenen op de customer journey van uw klant, moet u weten welk sentiment er eerst bij uw klant in welk proces, in welke stap. Als productwerk kunnen wij tools leveren om dit inzichtelijk te maken. En daardoor kunt u sturen in elke stap van het proces op een verandering. Van de customer experience van de klant. En kunt u direct zien welk effect deze verandering heeft op de customer experience. Als we naar de toekomst kijken, zullen marketing en verkoopkanalen zich blijven veranderen, steeds meer data gedreven zijn en uw bedrijf blijven pushen. Maar als u zich houdt aan het principe van het leveren van een uitzonderlijke klantervaring, ben ik ervan overtuigd dat uw bedrijf de kraaien uit de korenveld houdt. Geeft u genoeg aandacht. Aan de beleving van uw klant. Hoe houdt uw bedrijf de kraaien uit een korenveld? Wilt u meer weten? Neemt u gerust contact met ons op. Hartelijk dank.